Welkom allemaal, heel fijn om zoveel gezichten te zien. Bekende gezichten en ook wel wat nieuwe gezichten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, is er iemand hier voor het eerst bij een evenement van NUC? Leuk. Toch wel aardig. 30%, 30%. Nou, speciaal voor jullie, ook welkom. Ik zal heel kort een introductie geven. Vertellen waarom wij deze dag en avond hebben georganiseerd. Dat is een uitgebreid programma. Een middagprogramma dat van 3 tot 6 loopt. Daarna kunnen we even alles laten bezinken. En van 7 tot 10 hebben we een avondprogramma. Rondom het thema Decolonizing Our Education, Black Minds Matter. Nou, u heeft waarschijnlijk wel gelezen wat de strekking is van het thema. Anders had u zich niet aangemeld, was u niet hier. Het zal toch een beetje achtergrondinformatie geven over de reden dat wij dit doen. En zoals Sarita net aangaf, wij organiseren deze dag en avond niet alleen. Dat doen we in samenwerking met onze partners van het NINSEE. Een aantal van de personen zitten hier in de zaal. In het kader van wat zij noemen de Black Achievement Month. En het is voor het eerst dat dit wordt georganiseerd, de Black Achievement Month. Begin oktober begonnen. Het is een hele serie aan activiteiten rondom de Afrikaanse diaspora in Nederland, zwarte mensen in Nederland. En wij werden benaderd van, hey, zou je wel iets willen doen? En toen dachten wij van, oké, uiteraard. Als we het doen, willen we wel iets inhoudelijks doen. Niet alleen gezelligheid en borrelen. We willen kijken wat nou precies de stand van zaken is als we het hebben over de onderwijspositie van de Afrikaanse diaspora in Nederland. Waar we staan en ook waar we naartoe willen gaan. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de centrale vragen van vandaag die we als NUC stellen. En wij zien het als een begin. Een begin om deze vragen te stellen, om te kijken wat de stand van zaken is, zodat we de komende jaren kunnen kijken waar wij naartoe willen gaan. Dus ik zal heel kort een filmpje laten zien van de Black Achievement Month. Helaas kan ik hem niet helemaal afspelen, maar die zal zichtbaar zijn op de website. Maar het is om u even een indruk te geven van wat het is. I was born here almost 60 years ago. I'm not going to live another 60 years. You've always told me it takes time. It's taken my father's time, my mother's time, my uncle's time, my brother's and my sister's time, my nieces and my nephew's time. How much time do you want for your progress? Black Achievement Month is voor mij een mooie gelegenheid om de zwarte gemeenschap, de Afrikaanse diaspora, bij elkaar te brengen. Dus ik denk dat ik er heel veel inspiratie uit kan halen als ik zo kijk naar het programma. Black Achievement Month is hoogst noodzakelijk, omdat als we het van de witte mainstream media moeten hebben, dan horen we nooit wat zwarte mensen bereiken in het leven. Er worden verhalen verteld over witte helden. Er zijn standbeelden van witte helden. Maar de verhalen van onze mensen, die zijn er onvoldoende. En ik denk dat in zo'n maand de tijd genomen kan worden om bewust stil te staan bij wie zijn die mensen nou. Ik denk dat het heel belangrijk is om als gemeenschap bij elkaar te komen en te kijken waar vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe willen gaan. Mensen boos kijken.
vanwege de tijd, omdat we gewoon een heel uitgebreid programma hebben. En zeker als we het hebben over het thema van vandaag, onderwijs, dan zouden we eigenlijk meerdere dagen hiervoor moeten uittrekken. Ik zal heel kort nog een stukje context achtergrond geven over NUC, wat we doen, waarom wij doen wat we doen en waarom we dus specifiek dit thema hebben gekozen. 5 jaar geleden zijn we gestart op deze universiteit. En dit waren eigenlijk de redenen dat we met deze organisatie zijn begonnen. Een netwerk voor studenten en young professionals van diverse culturele achtergronden. Met vooral een focus op de Afro-diaspora. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik hier op de eerste dag terecht kwam. Als eerste in mijn familie die op de universiteit studeerde. En de zaal zag er heel anders uit. Bedrijfskunde. 200 à 300 man in een college zat, was zo druk dat een aantal studenten op de trap moesten zitten. En ik keek om me heen en dacht van, dit is anders dan mijn middelbare school. Heel weinig diversiteit. Ik was de enige jongen van kleur. En gedurende de 7 jaar dat ik hier heb gestudeerd, ik heb 7 jaar gestudeerd niet omdat ik heel lui was, maar omdat ik ook heel veel dingen bezig was en 2 masters heb gedaan. Maar in die 7 jaar heb ik slechts 1 keer een zwarte docent gehad. Die kwam een keer een gastcollege geven, dat is ook Guadeloupe. En dat toont eigenlijk voor een deel aan wat het probleem is. Ja? Groot gebrek aan diversiteit in het hoger onderwijs, ook in het basisonderwijs. We zullen het vandaag erover hebben wat de oorzaken daarvan zijn. Heel kort, want Sarita kijkt me nu al aan. We hebben heel veel georganiseerd over de afgelopen jaren. En een van de dingen die we hebben georganiseerd is dus rondom het thema decolonisatie. Dan kan je vragen van ja, waarom decolonisatie? Ik bedoel, kolonialisme is toch al zo lang geleden. Ja, Suriname is al sinds 1975 onafhankelijk. Slavernij is 1863 afgeschaft. Ja, wat doet dat ertoe? Nou, we hebben een iets ander perspectief. En de reden dat wij denken dat diversiteit goed is, maar niet voldoende om onze mensen te simuleren het maximaal uit zichzelf te halen en er echt voor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Zeggen wij dat niet alleen diversiteit van belang is, maar ook decolonisering, decolonisatie. En als we het hebben over Black Lives Matter en Black Minds Matter, is dat zo omdat we vanuit een geschiedenis komen waarin er eeuwenlang kennis is geproduceerd, waarin men theorieën ontwikkelde, waarin men zei dat zwarte mensen eigenlijk geen personen konden zijn, geen personen waren, en ook geen mensen waren die kennis konden produceren. En we hebben een aantal voorbeelden hiervan van verlichte filosofen die heel interessante theorieën ontwikkelden, maar niet bepaald achter deze slogan Black Minds Matter zouden staan, denk ik, anno 2016. En ja, als we beseffen dat dit soort theorieën eeuwenlang zijn geproduceerd in dit soort kennisinstituten, in onze universiteiten, in onze hogescholen, in onze samenlevingen, en daarmee ook een hele geschiedenis van kolonialisme, slavernij, etc. hebben gelegitimeerd, moeten we ook nadenken hoe dat nog steeds invloed heeft op het heden. Ondanks de afschaffing van de slavernij, ondanks de afschaffing van het kolonialisme, zien we dat het ook onderdeel is geworden van onze populaire cultuur. Nou, we kennen dit soort kinderboekjes. Dit is een voorbeeld van toen ik een aantal jaar geleden in mijn masterclass antropologie notabene dacht van, ik zat even een discussie over het Zwarte Piet debat en ik kreeg door van, doe niet zo moeilijk. Stop met zeuren en als het je niet bevalt, ga terug naar je eigen land. Dat was op deze universiteit. En als we kijken hoe die geschiedenis zich op een subtiele en soms expliciete manier nog steeds manifesteert in het onderwijs, zien we dat ook op de arbeidsmarkt. En vinden wij dat het noodzakelijk is om over deze vraagstukken na te denken. Van hoe dit nog invloed heeft op het heden en hoe wij die invloed van het kolonialisme kunnen transformeren door te decoloniseren. Daar zullen we het dus vandaag over hebben. We hebben een aantal hele interessante sprekers uitgenodigd. Zoals je ziet heb ik heel veel schies, maar heel weinig tijd.
Dat is omdat ik normaal gesproken een uur hiervoor heb. Dus ik ga het even snel doorheen. Laatste waar ik mee wil eindigen, is dat het probleem, als we het hebben over de Afrikaanse diaspora in Nederland in het onderwijs, is dat er gewoon weinig tot geen echt onderzoek is. Ja, als we kijken naar Amerika en de UK, zijn er talloze wetenschappers die echt onderzoek doen naar deze vraagstukken. In Nederland bestaat het gewoon niet. Er zijn geen wetenschappelijke artikelen, er zijn geen wetenschappers die zich specifiek op deze groep en hun positie in het onderwijs richten. Ik heb vanochtend nog even met Gloria Wekker gebeld om even te checken of het klopt. Maar het is echt zo dat zij de enige professor vanuit de Afrikaanse diaspora is in Nederland. Dus ik denk dat dat al een goed voorbeeld is van het probleem waar wij mee zitten. En gelukkig hebben we een hele dag om daar verder over na te denken en te praten en te luisteren. Ik houd hierbij voor vandaag, voor nu. En u bent de goede handen van Sanita. Dank u wel.